We zijn begonnen met de prioriteitengroep, dat zijn de 65-plussers, de immuungecompromitteerden en de zorgverstrekkers. Die hebben de twee eerste weken zijn die uitgenodigd geweest om hun herfstprik te komen halen. En daarvan heeft eigenlijk 70% al zijn herfstprik gehaald intussen. Dus dat zijn goede cijfers. Sinds vorige week zijn we ook massaal begonnen met de andere groep uit te nodigen. Dat zijn dan de 18 tot 64-jarigen. En daarvan merken we dat nu toch al 30% ook zijn spuit is komen halen.